Eendracht Aalst veertiende in de stand, het bezoek van Rode Lantaren KV Mechelen. Mechelen dat in zijn laatste twee wedstrijden 4 punten behaalde, beseft dat het 3-12 is en probeert er alles aan te doen om het vege lijf te redden. Zo werd eind vorige week spits Erik Fiscaal aangetrokken. Fiscaal, 33 inmiddels, speelde eerder al 7 seizoenen in België en maakte toen 88 goals in 216 wedstrijden. Of hij van bij zijn debuut een toegevoegde waarde was voor KV, dat vernemen we van Dirk de Fer. Dit is Erik Fiscaal van bij zijn debuut voor Malinois. Dus op zoek naar zijn 89ste treffer in de Belgische hoogste klasse. En dat in een zeer offensief getint elftal. Met behalve Fiscaal ook nog Van Steenbergen, Van Hout en João Elias. Bij Aalst zit David van Hooijwegen op de bank. Christophe de Sadeleer begint aan de wedstrijd. Erik Blaraud is de scheidsrechter. Daar komt Sammy Greve. En die zoekt de lengte van Van Hout. Elias met een omhaal. Scheelde een metertje of anderhalf. João Elias. Rijtrap met Birger van de Ven. Van Hout wint het van Edgy. Fiscaal. Kan schieten nu. Erik Fiscaal. Houdt de bal goed laag. Zijn eerste opvallende daad in deze wedstrijd. Matthias van Steenbergen even buiten de lijnen. Werd gepakt door Christophe de Sadeleer die aan de rechterkant ginder veel problemen heeft. Resultaat, de vrije trap met de Jong. En daar komt Elias en het is 0-1 voor KV Mechelen. Voor het kwartier. Een harde trap heeft hij. Dave de Jong, een precieze trap. En als ze dan naar in het centrum ook nog João Elias vergeten. Niet meteen een kopper. Dan komt Mechelen vrij makkelijk op deze manier op 0-1. Het is verdiend, want het is tot nu toe eenrichtingsverkeer geweest. Mechelen 0-1 voor. Timmerman. Alles op de Mechelse helft. Die is nog nauwelijks of niet gebeurd. Arts. De Wilde. Krijgt die bal goed onder controle. Loopt weg van Diallo. Dan van Steenbergen. Albrecht laag voor doel. En Willocks die tussenkomt. Zijn eerste opvallende daad in deze wedstrijd. Aalst pakt het een beetje slap aan. Tegen een ploeg in volle degradatiestrijd kom je dan niet aan de pak natuurlijk. Greven richting Fiscaal. De bal komt bij Elias. Die gaat vlammen. Kujovic kan hem oprapen. João Elias, de maker van de goal. Van Hout maakt de bal goed vrij. Ondanks de oppositie. Beetje slordig van Meusen. Edgy. Filipovic. Edgy. Over Rijgel in de voeten van Van Hout. Fiscaal klaar om te ontsnappen. Daar komt hij, Erik Fiscaal. Maakt hij zijn 89ste. Hij heeft de bal nog altijd en hij maakt hem. 0-2 voor KV Mechelen. Mooie comeback voor de Nederlander. 33 is hij. Dirk Abrams zei dat daarnet al. Hij gaat naar de supporters. Hij wil laten zien dat hij graag komt. En dat hij wil meewerken aan het behoud van KV Mechelen. Grote verdiensten bij het doelpunt ook voor Joris van Hout. Maar Fiscaal, de klasse, de rust, het overzicht. Kujovic uitgespeeld. Die bal kleeft aan zijn schoen. En dan passeert hij ook nog de speler op de lijn, Chris Timmerman. 0-2 voor KV Mechelen voor het half uur. Hoekschop met Rogerio. Elias. Fiscaal met Rijgel. Zet altijd goed de kont. Erik Fiscaal. Dit is Thijs. Met een gelukje, met veel geluk zelfs langs Timmerman. 2-1. Geert Thijs. Kujovic komt. 0-3. Mechelen in de divan. Rustig achteruitleunend. Ze bluffen Aalst af. Ze blazen ze weg. Ze zijn ze baas in alle onderdelen van het veld. Op alle plaatsen ook van het veld. Tweede goal van het seizoen van Geert Thijs. 33ste minuut. Het is 0-3 voor KV Mechelen. Timmerman. Komt er tussenuit. Tussen Van Hout en Meusen. Nog altijd Chris Timmerman. Albrecht. Naar binnen gespeeld, maar achter Van den Bossen. En dan De Wilde. En daar ging Diallo voor liggen. Eerste gevaarlijke aanval van Eendracht Aalst. Het schot was van Björn De Wilde tegen Drissa Diallo aan. Stand bij de rust in het Pierre Cornelis Stadion. 0-3 voor KV Mechelen. Wim de Koning haalt de grove borstel door het elftal van de eerste helft. 3 nieuwe namen voor de tweede. Gunter Thibaut, Ringo Jacobs en David van Hooijwegen. Edgy. Bal op Jacobs.
Van den Bossen laat hem gaan. Ringo Jacobs. En dan Sammy Greven. Met Sammy van den Bossen. De bal blijft binnen. Daar is Jacobs. En het is 1-3. Super sub mag je dan zeggen. De eerste helft. 0-3. En nu in de tweede minuut van de tweede 1-3. Aalst stukken beter in de wedstrijd van bij de aftrap van de tweede helft. Goed gecoacht waarschijnlijk door Wim de Koning. Was ook niet zo moeilijk, want in de eerste helft pakten ze er niks van. Hier komt een vrije trap, maar dan wel voor KV Mechelen. Greven bij de tweede paal, kopbal van Van Hout tegen de lat. Kijk nog eens naar die kopbal van Joris Van Hout. Valt op de lat. Meersen, Elias. Dus niet zo geblesseerd als het er straks uitzag. Joris Van Hout is alleen. Probeert het ook alleen te forceren. Daar is een schot. Bal in het zijnet. Jacobs via de Wilde. Etchi. Dat is een goede voorzet op Thibaut. Maar die mist hem. 2-3. Zou een slok op een borrel gescheeld hebben. Timmerman, Etchi. Weggekegeld door Diallo. Af en toe sluipt er een beetje angst in de Mechelse rangen. Met twee doelpunten voorsprong hoeft dat eigenlijk niet eens. Etchi. Drie doelpunten dat. Of twee doelpunten van Aalst maakt natuurlijk een verschil. Bal tegen de paal van Thibaut. En bijna was het zover. Goed schot van Gunther Thibaut. 9 minuten voor tijd. Timmerman. Begint meer en meer op het middenveld op te duiken. Scherpe voorzet van Jacobs. Willocks moest die bal even lossen en ging er dan op liggen. Het wordt een beetje warmer voor zijn doel. Bij Mechelen zijn er veel spelers die er helemaal door zitten. Joris Van Hout is in dat geval. Erik Fiscaal ook. Aalst heeft daarom het beste van de wedstrijd op dit moment. Poging tot omhaal nog van Björn de Wilde in de slotminuut van de wedstrijd. Van Hooijwegen op Kujovic. De Mechelse supporters zingen Merci Willy, die daar straks op dat gebaar alles reageerde door even recht te staan en te wuiven. KV Mechelen heeft onder meer door een doelpunt en door de prestatie van Erik Fiscaal met 1-3 gewonnen van Eendracht.